Nou, ik heb hem opgespannen. Wat ik als voor gedaan heb is hem, hij heeft 16 haringen. Dus ik heb hem eerst met 8 opgespannen, slap. Maar toen merkte ik van, nou, dat gaat niet goed. Dus ik heb al gemerkt, ik moet hem gelijk met 16 opspannen. En ook echt opspannen. Want ik merkte eigenlijk, het doek is ruim genoeg. En ik heb er nu nog zo'n kleine plooi in zitten, die, nou, dat ik hem nog ruim op kan spannen. Dus ik ben niet bang voor. Dus hij ligt erin. En een paar dingetjes moet ik nog regelen, maar dan komen we na de vakantie en wanneer jullie op vakantie er zijn. Eén dingetje, moest ik wel lachen. Hier hebben we overheen gestikt. Maar ja, deze rits gaat natuurlijk door. Dus dat had José al aangegeven dat het soms lastig te zien was. Maar deze ga ik nog even losmaken, denk ik. En dan moet ik nog een oplossing van maken. Verder. Even wachten. Zo. Daar had ik nog hier nog. Ik heb het nog niet gezien, maar ik moet even checken. Want ik had gezegd over één zo'n vak. Om daar een extra versteviging overheen te doen. Dus nu heeft hij inderdaad ook geen klittenband. En dat is voor mij makkelijk, want dan weet ik ook van, oh, dat is een stuk van de ingang. Dus dat stond wel in het ontwerp, maar ik heb, dacht dat ik hem niet had gezien, maar gaan we zien. Nou, dan kom je in de tent. Nou, eigenlijk gewoon goed. En je ziet nu nog genoeg plooien liggen. Ik heb hier nog een stukje over. En dan zie je dus, de volgende keer gaan doen, ik ga hem gewoon even traditioneel opspannen. En dan pas ga ik het doek vastmaken. Dus ik moet het dan ook beter gaat. Maar mooi werk. En ik ga vannacht nu maar eens een nachtje in slapen. En dan, je wou nog een mooie nieuwe tent maken, hè? Maar zou je toch wel een keer over moeten nemen, hoor. Gewoon een ventilatiegat. Als je de ventilatie naar boven doet, als je hem open kan trekken, dat is zo gaaf. En vooral in combinatie met die zwarte rand die je daar ziet, daar zit een muskietennetje. Dus dan kan je gewoon naar boven kijken naar de sterren, tot een muskietennetje erop zit. Nou, dat was het denk ik. Dus gaan we weer terug naar buiten.